We hebben een vertraging van ongeveer 30 seconden, dus over 30 seconden krijg je hier ook door of het geluid nu wel of nog steeds niet werkt. Maar... Doet het. Ja? Oké, we hebben geluid. Ik zal het vertellen voor de kijkers thuis. De dokter zegt dat deze presentatie open. De dokter is als coördinator van de brugklas. En we gaan even de introductie doornemen voor jullie. Thuis van jullie ouders en het ook door jullie dat jullie deze week gedaan hebben. Dat doen we klas voor klas. En de volgende is een beetje apart, want we beginnen met H1B. En voor jullie, maar jullie hebben mij deze week al in ieder geval één keer gezien bij de brugklas sportdag donderdag als gisteren. En sommigen van jullie ook net bij de sportworkshop. Ik ben van de cinema. En jullie mentor, dus mentor van H1B. En ik geef zich aan de opvoeding in de bovenbouw en PSM in de bovenbouw. En dan gaan de drie Paul zich ook weer voorstellen. De volgende ze mag ook een beetje naar de camera van ouders. Ja, en dan de eerste twee vraag.
En wat vond je van de politie? Leuk. Ik ben er nog niet kort aan van. Oké, heel leuk. Ik hoop dat jullie klaar zijn voor de week. Eerst nog een lekker weekend toe. Ik had in maandag de eerste lessen. Applaus voor de HTTV. Ook voor de presentatie. Ik merk dat soms mensen het handig vinden om op een poosje te zijn. Laat dan gaan we door. Oh, dat was nog een foto. We hebben hier een foto van de Crazy UK. En de plus van Crazy UK, de beste radio tussen M en A. Ik ben daar al. Heel erg goed gedaan, trouwens. En dan, Meneer Dag, mag ik daarvoor komen? Meneer Dag, applaus voor meneer Dag. Hoi. Recht meer voor de mensen thuis. Ik ben de coördinator van de bal. En jullie hebben ook net drie ballen al gehoord. En je zag ook inderdaad dat het gewoon echt hele leuke kinderen zijn eigenlijk. Hele leuke leerlingen. En dat is ook een van hun rollen, namelijk sfeer maken. Sfeer maken, gezellig zijn, een gastheer zijn, een gastvrouw zijn voor de nieuwe leerlingen hier op school. Dat is een van hun taken en dat doen ze gewoon hartstikke goed en wat dat betreft ben ik trots op ze. Wat doen ze nog meer? Bijvoorbeeld organiseren van spelletjesdagen, organiseren van mentoruitjes, helpen met het aanwijzen van een lokaal. Uitleggen hoe rozen werken, et cetera, et cetera. Ook simpele dingen als een luisterend oor zijn. Dus het, is een, het zijn eigenlijk mini-mentoren die gekoppeld zijn aan een mentor. En elke mentor heeft er 2 of 3. En dat is eigenlijk ongeveer wat de Pallieders doen. Jullie hebben vast wel wat gehoord van jullie kinderen. En als jullie nog vragen hebben, horen we het graag. Maar het zijn echt super toffe kids. Leerlingen van de eerste klas, mag ik even applaus voor de Pallieders? Yes! Dankjewel. Ja. Oh shit. Gemaakt. Maar dan zijn wij natuurlijk benieuwd wat Aafke
Ja, Quincy. Kom maar.
Dat is echt een hele goede herinnering. Mevrouw Dunda Botsan, ze is heel fanatiek, die van beleidsvoorzitter. Maar helemaal aan het einde nou. Toen heb ik geprobeerd aan de hele dag. Nog even. Ja, ik heb ook een bloed ingekregen.
Super. Straks. Maar de punten verzameld voor die beker natuurlijk. En hier is straks. De uitslag van die beker is straks. Ah, oké. Okay. De uitslag van de beker is straks. Ik heb alleen maar zin om de ik ben Mila en ik zit in 4 VWO.
Oh.
eigenlijk komen we nu op het punt waar je eigenlijk de hele week op stil bent. Je hebt gesprint, je moet bal gooien, voetballen, alles moet je doen. En allemaal met je klas zo hoog mogelijk spelletjes moet je doen. En je moet elkaar opslappen en alles op het punt gesproken voor je klas. Dat was de klassenstrijd. En dan kun je winnen deze prachtige, totaal niet kwijt en horen doen, beker. Wie wil deze beker winnen? Oh. Dit is een prachtige beker. Ik moet goed vasthouden als je in de kant van de kant komt. Hier heb ik een beker dit. Wie denkt u dat het voor heeft? Oh,